De criteria voor het boostervaccin is van 40 plus teruggebracht naar 18 plus en dit maakt Javier Assin, coördinator Nationaal Coördinator Team NTC, gisteren bekend op de COVID-19 persconferentie. Er zou ook gekeken worden om het boostershot te vervroegen van 6 maanden naar 3 maanden doordat het Omicron-variant 2 tot 3 keer besmettelijker is dan de vorige varianten. We hebben vervolgens nu besloten om de criteria te veranderen. In die zin dat we niet meer 40 plus, maar 18 plus een booster gaan toedienen. En dat betekent als we kijken naar een termijn van 5 maanden geleden, dat er nu ongeveer 45.000 mensen een booster vaccin dus een derde dosis toegediend moeten krijgen. En we hebben, zoals ik al zei, 15.000 toegediend. Dus er zijn nog 30.000 mensen die nu, op dit moment, vandaag, in aanmerking komen voor een booster. Volgens Assin zullen boostershots van het vaccin de samenleving beter beschermen tegen het virus. Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad weer wordt opgevoerd. Suriname heeft intussen 56.000 AstraZeneca-vaccins ontvangen van Spanje. De vaccinvoorraden lopen op. In Suriname is er nu een lage vaccinatiegraad te merken. Volgens Assin zou dit heel gauw moeten veranderen. Assin blijft erop hameren dat de samenleving zich moet laten inenten. Wat blijkt is dat, en daar zijn, zag ik, nieuwsberichten over dat AstraZeneca niet werkt. Dat is een misleidende kop boven een bericht waarin staat dat twee doses vaccin van AstraZeneca onvoldoende beschermen tegen besmetting. Maar wat blijkt is dat wanneer je er een derde dosis bij doet, dus de booster, wat wij de booster noemen, dat juist dan wel voldoende bescherming is tegen besmetting. En dat er ook voldoende bescherming is tegen een ernstig ziektebeloop. Dus dat is wel heel belangrijk om mee te nemen. Ook bij Pfizer is het zo dat je van waar voorheen je 80% beschermd was tegen besmetting en ziekte, dat nu gedaald is naar 33%. Maar doe je er een derde dosis bij, dan kom je op 75%. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus boosters zijn heel erg belangrijk.